Oh, en dan moet ik nog iets vertellen voordat we naar jouw project gaan. Ik word altijd aangevallen en daarom zit nu dit. Oh nee! Hey, hallo allemaal, welkom bij een nieuwe aflevering van Mortimer en Serenaya spelen Fortresscraft Evolved. Vandaag is weer een nieuwe aflevering en vandaag gaan we tegenaan. Heb je mijn kunstwerk gezien? Ik heb kunstwerk gebouwd. Ik heb hem gezien. Dus het lijkt wel een soort M van Mortu. De M van Mooi Man. Mortu. De M van Mortu. Van Mortu. Ja, ik heb dus dat scriptje dat ik zo vet snel dingen kan weghakken. Kijk, deze boom. Gewoon opgegeten. En toen dacht ik kan hier ook gewoon mijn naam in deze berg schrijven. Maar ik vond de M wel genoeg. Ik denk dat ik er nog lampjes in ga doen. Dan kun je het 's nachts ook is het mooi verlicht en alles. En wanneer komt de andere S? Ja, jij hebt toch ook zo'n scriptje? Al vet lang. Ja. Al jaren. Maar je hebt gewoon niet van die goede ideeën. Daar heb je mij mee. Nee, maar goede ideeën zijn al op, helaas. Oh ja, dus dat is het. Okay. Ik wacht even tot volgende week komen er weer nieuwe. Oh ja, heb je het besteld? Ja, ja. Goedeideeshop.nl. Ja, oh ja. Daar ga ik eigenlijk nooit naartoe. Nou ja, ze hebben best goede ideeën daar. Ja. Maar de aanbiedingen vallen wat tegen. Oké. Okay. Ja, vandaar. Maar wat gaan we vandaag eigenlijk allemaal doen? Ja, we moeten weer dieper. Oké, maar dat gaan we niet allemaal op camera doen. Laten we eerst eens even kijken wat onze... Onderzoek! Ons goud heeft gekocht. Ja, precies. Want we hebben dus vorige aflevering dat goud gevonden. Geautomatiseerd. Is het geautomatiseerd? Ja, het is deels geautomatiseerd. Of het is in ieder geval dik opgezet. En dat pompen we nu allemaal in dit ding. En dan kunnen we nu advanced minor upgrades. Hoezah! En nu kunnen we... Iets nieuws. Kunnen we alloys? Advanced Logistics. Oh, Cryogenics is echt heel goedkoop. Wacht, Switch Mode? Nee, Switch Mode. Huh? Possible Project? Oh ja, Advanced Logistics. Oh. Advanced Logistics is nog goedkoper. En Advanced Defense is een beetje heel duur, dus laten we die dat maar niet Dat kunnen doen. We niet betalen. Nee, daar heb je die blauwe voor nodig. En dat is Titanium. Daar zijn we nog niet, volgens mij. Wat is dan Ik denk dat we voor Advanced Logistics moeten gaan. Dat is alleen maar koper en ijzer. Oh, sweet. Ja, als jij dat even opzet, dan knallen we dat ook doorheen. Oeh, er is nog iets gebeurd. Ja. Die kun jij wel laten zien. Met het koper. Het koper is op. We hadden hier een koper nodig en die is gewoon echt helemaal opgegeten. Weet je wat, laten we dit ook gewoon eventjes dichtmaken als we het toch niet meer gebruiken. Zo. Opgeruimd, netjes. Sarnia, I just started the Advanced Logistics Project. Goed gedaan. I like nu kunnen we nog even kijken of we nieuwe spullen kunnen. Toch? Met onze de barkeeper. Nou, dat klinkt gezellig. Ja, die hadden we al. Die hadden we al. Ja. Dus als iemand uitlogt, dan blijven als bars. Oeh, nieuwe Force Induction. Nieuwe Force Induction. Maar twee punten. Research hem. Ga jij hem researchen, alsjeblieft? Hij is al klaar. Het is al klaar. Nou, eerlijk gezegd hebben we eigenlijk helemaal geen smeltproblemen op dit moment. Maar het is wel leuk. Oh, je hebt er goud, nikkel en titanium voor nodig. Mon. Nou, dat is echt mon. Heel leuk. Maar, kijk, wat doet het? Het doet, hier, 400% speed. En die andere doet 300. Oké, dus het is gewoon, ja, oké. Nee. Ik heb nog even twee researches gedaan. Eigenlijk één en ik ga de tweede nu doen. Welke? De auto-excavator. Okay. Dat is een apparaat dat graaft automatisch een liftschacht voor je. Wel van beneden naar boven, maar dan moet je gewoon wat stroom in gooien en dan graaft die. Nou ja, die wist wel te betalen, hè? Want lightweight machine housing is ook best wel goedkoop. En servomotor en copper wire ook. En de laser transmitter ook. Dus die zou jij best wel kunnen gaan bouwen. Yes, daar ga ik nog wel even naar kijken zo. Maar eerst even een nieuwe koper opzetten. En een autobuilder, voor als we toch meer lopende banden omhoog moeten maken. Dan kun je de autobuilder gebruiken. Ja, kijk hè. Builder. Ja, en die kost hetzelfde? Bijna hetzelfde. Nice! Dus dat is ook al een cheapy unit om te bouwen. Lekker. Oké, dat gaat gewoon zo'n ding. Weet je wat, ik ga die black box data even wegklikken. Hup, siding. Improved ore scanning kost 1. Ja, die doe ik ook wel. Hoppa, doei. Heel onstandbaar. Spullen. Dit is allemaal laboratorium en dit spiderbot is... Ja, hij zegt wel heel de tijd, maak een spiderbot base. Ja, dan kun je, dan gaat hij ook meevechten. Maar op dit moment hebben we dat misschien niet nodig. Maar dat is wel echt een groot ding. Je zegt 15 bij 15 of zo. Wat? Oh, nou, ja, Spiderbot is groot. Moet je er allemaal lithium dingen in gooien. En dan gaat hij hem opladen. Zoiets. Nee, ik heb er niet zo wel leuk wel een keer, maar op dit moment, ach. Nee. Ja, we bieden het wel. Guns for days. Oeh, ik weet nog iets wat we kunnen bedenken. Vertel. Yes. Je kunt die liften kun je boosten. Oh, dat kunnen we wel proberen, maar dat... Maar dan moeten we even proberen.
Ja, want je kan dus inderdaad zorgen... Deze liften die kunnen... Deze? Ja, die kunnen tot 64 blokjes hoog. Maar je kan ze inderdaad boosten met een module. Door een hydraulische pomp of zo erin te zetten, geloof ik. Even kijken, waar staat dat? Die liften staan onder... I don't know. Oh, dan moet ik niet overal zoeken. Logistics, denk ik. En dan hier onderin. De lift aan de zijde. Oh ja, dan moet je die compressor opgooien. Maar het probleem is dat... ja, laten we dat even gaan uitvogelen of dat nog steeds zo is. Maar het probleem is dat... Oh god, wat was het nou ook weer? Dat het niet werkt in multiplayer. Dus dan werkt het alleen voor Serania, omdat hij de server... Maar zeggen, ik zie het probleem niet hoor. Ik ben er allemaal eens. Yes, bedankt. Ore Thief, goed gedaan. En die Ore Thief is echt ideaal. Ja, wordt ook lekker snel afgevoerd nu. Kunt het ore wel ophalen van goud? Dan ga ik weer helemaal vol. Oh, bah. Ja, het moet wel gebeuren, hè? Ja, het moet gebeuren. Maar dat moet er maar. Ik vraag me af of je... als je er nog meer... Kun je er nog meer... hoe heet dat? Storage hoppers tegenaan zetten? Dat weet ik eigenlijk niet. Je zou natuurlijk ook gewoon storage hoppers aan elkaar kunnen knopen. En dan gaan ze de spullen verdelen over de storage hoppers. Yes. Zou kunnen. Zou kunnen. Ik denk dat het nu tijd is om... Op zoek te gaan naar meer spullen. Meer spullen, ja. Want we hebben nog nikkel nodig en titanium. Deze lift werd een beetje te laat ingeladen. Maar ik weet dat hij er is. Deze kant op. Ja, ik denk dat ik even ga knippen. Ja man, ik ben helemaal gegraven naar het nieuwe spul. En ik zal eens even kijken wat het is. Ben je toevallig in de... Oh, deze moet ik hebben. Nee. Ja, scan. Het is groen. Weet je wat het groen is? Ik zou gokken titanium, maar... Een nikkel. Titanium is blauw. Ik zal het, ik ga wel even naar boven, dan zal ik het voor je... Power diggen. Blam. Ik denk het wel, ja. Dat kan. Ik heb een paar blokjes bij me. Als jij het dan even researcht. 22 al. Wow. En Arthur, dankjewel Arthur. Arthur geeft mij stroom. Dat is super chill. Wat een aardig gang. Wat een bro is het ook, jongen. Misschien wel meer een bro dan Spider-Man. Nickelore! Yeah, het zet hem in inventory. Dankjewel. Ha, dat is prima. En nou is de vraag... Dat is dan weer wel het voordeel van samenspelen. Ja. Aha, en er is daar nog een node, maar dat is roze. Dus dat zal dan wel... Oh, ik weet het wel. IJzer? Nee, omdat het zeg maar roze... ik ping op unknown en dan is het paars. Dus dat zal betekenen dat het een grondsoort is en niet een... metaalsoort, niet een erts, zeg maar. Kan niet. Als je het nog wel erbij kan, dan kan ik nog wel even researchen voor meer punten. Ja. En verder zit er in deze cave nog wat organic rocks. Hier en daar. En, als ik nou... Oh, wacht, het duurt wel een eind om terug te gaan. Misschien moet ik dat dan even niet doen. Even deze gang netjes maken, hoor. Super belangrijk. Zo. Trouwens. Hey, worden we nou aangevallen? Of word ik nu voor niks lezen door? Hallo? Hier omhoog vliegen. Zo, veel moeite met grappling ook vandaag, zeg. Ah, ik ben er. Hé, wat is dit voor node? Hier gewoon helemaal langs gelopen? Scan... Oh, het is lithium. Is hij groot? Ja, best wel groot. Goed. Ja, er moet een betere manier zijn om door die tunnels heen te komen. Welke kant op moet ik? Ik weet het niet. Oh, hier. Ja, daar is het. Ik wou dat er een manier was om sneller die lift heen te gaan. Is dat daar misschien minecarts of zo? Of? Ik heb nog nooit echt naar minecarts gekeken. En je krijgt ook cargo lift later en zo, maar dat is al iets verder dan ik tot nu toe ben geweest. Maar ik ben geen cargo, hè? Even. Ik dacht dat je een pakketje was. Nee. Minecarts ben ik wel benieuwd naar, maar dat is. Volgens mij duurt het nog wel even voordat we zover zijn. Laten we ons eerst focussen op. Ja, hier wild kunnen en de explosieven. Ik ben bij het goud aangekomen. En dit is dus de manier waarop wij goud farmen. Zo, niks lopende banden. Gewoon, hup, heel je inventory vol, stoppen met goud. Nou, daar kunnen we nog wel even iets over bij vertellen. Natuurlijk zou het super handig zijn om dat verder naar boven te brengen. Maar het heeft twee problemen. Ten eerste kunnen die plantjes groeien, die dan die lopende banden gaan blokkeren. Dus we moeten ook onze stroom heel goed neerleggen, zodat we overal lasertorentjes kunnen neerzetten. En daarbij... we hebben zo'n koud gebied gehad waar we doorheen moesten. En daar bevriezen onze lopende banden. Dus dat gaat het niet worden. Dat is jammer.
Inderdaad, dus we hebben een nieuwe soort lopend band voor nodig dan. Maar dat ja, die al buizen even. Kunnen we gebruiken. Dan kunnen we die al bouwen? Volgens mij hebben die van de metalen die... nodig die we nog niet hebben dan. Yes, ze hebben een nickel en titanium nodig. Oh. Oef. Kom. Nee, ik probeerde door die lift heen te grappelen, maar die heb jij dichtgebouwd. En bedankt. Welke lift heen te grappelen? Nou, de levenlift. Ik heb helemaal niks dichtgebouwd. Nou, volgens mij toch wel hoor. Nou, ik wil best een schuld op me nemen. Het ging mis, ik vind het hilarisch. Nee, het ging goed. Het is hilarisch. Ah, je bent erin getrapt. Nee. Nu is het weer een verhaal. Nee. Ik laat me niet voor één gat vangen. Oh, ik heb het wel overleefd. Nee, dat gat heb ik namelijk dichtgemaakt. Zo. Nu zal ik eens even echt wat koper aansluiten. In plaats van spullen voor jou oplossen. En allemaal dingen dichtbouwen natuurlijk. Hoppakee. Ha. Ik ben eruit. Het is me gelukt. Ik zal even dat oor. Dat gold. Afleveren. Hoppatee. Lekker. Kill. Oh, kennelijk worden we aangevallen. Ja, klopt. Ik hoorde de torentjes net al schieten. Maar het zag er niet heel gevaarlijk uit. Nee. Oké, ik denk dat als ik het nou... Is hier nog plek vrij? Ja, prima. Hier gewoon het nikkel gelijk ingooi. Dan komt dat met voorrang erbij. Chill. Oeh, een stinger. Nou, dat koper ligt wel in de weg dat, in die liftschacht van ons. Maar als je dan nieuw koper moet aansluiten, dan heb je dat wel direct een lopende band waar je het op kwijt kan. Dat is echt heel chill. Staat hier smelt titanium? Hebben wij niet titanium al gewoon gevonden? Want volgens mij als je die... Je hebt van die soort van metalen slijm... Nou, het zijn er maar vier. Metalen slijm. Hier is precies genoeg om één bar te maken. Je hebt helemaal gelijk. Maar dan moet het wel in de... Ja. Super smelter. I will do this. I can do that. Ondertussen kan ik alweer wat goud kwijt. Nou, dat is toch iets van 20.000 goud of 20.000, 2.000 goud of zo wat we hebben weggekauwd. Dus dat is dan wel weer lekker. Ja, die laboratorium van ons, dat krijgt niet snel genoeg stroom. Dus ik ga eventjes die lopende banden ervan upgraden. Daar is overigens ook een robot voor. Is er... Oh, de lopende banden upgrade robot. Yes. Dat is echt ik ga eens cool. Even kijken of, die, of ik dat kan opzetten. Dan hoef ik het niet gaat zelf echt te om doen. Kolen, dus. Ja, het kolen komt gewoon niet snel genoeg binnen. Weet je wat we ook al kunnen doen? Is gewoon storage hoppers erin zetten. Als het laboratorium dan niks aan het doen is, dan vult het tenminste die storage hopper. Nou, nee, ik denk dat lopende banden wel echt heel goed is. Ja, lopende banden is wel echt heel goed. Ja, doe dat. Het zijn oh, wow, goedkope kijk, lopende hij heeft banden, een soort hè? Van. Ja, dood. Wie is van... hij? Oh, de insect. Gaat exploderen. Wow, hij heeft een deel van onze basis veranderd in spullie. Wow. Maar dat hebben we niet afgesproken en dat kunnen we namelijk helemaal niet weghalen. Nee, niet. Oh wel. Oh, dat lijkt, ik dacht dat het van het resin was dat je niet weg kon halen. Maar dat wat is het dan? Wel. Wat is het dan? Ik ga het oppakken. Ik heb het ook. Unknown material. Unknown material? Oké, dankjewel, insect. Dat, kom nog eens langs. Soft resin is het dan, denk ik. Soft resin. Soft resin. Ja, hard resin kun je namelijk niet weghalen, dus vandaar dat ik denk, nou, dat is wat wel soft wat zijn. Wat kun je er dan mee? Niks waarschijnlijk. Misschien omzetten in pasta. Oh nee, het is een project hier. Met de resin handling. Moet je in een laboratorium doen. Hier staat er. We moeten een manier vinden om grote hoeveelheden resin... Ah ja. Om grote hoeveelheden resin te analyseren, zodat we de hive mind kapot kunnen knallen. Nou, dat is ongeveer wat er staat. Vrij vertaling. Oh, en we kunnen de Metal Alloys Research al aanklikken, zie ik. Oeh, dat is nice. Die wil je wel, hè? Oh ja, want daar hadden we namelijk nikkel voor nodig. Dus nu wordt het er snel tijd om nikkel op te zetten. En dan kunnen we het explosief... Oh, dat klinkt als een taak voor mij. Maar zijn er nog meer dingen die we kunnen doen ondertussen? Ondertussen? Ja, ik ga... Er zijn allemaal vet spacende wespen die hier langskomen, jongen. Maar misschien kunnen we tussendoor nog een andere research doen. Als deze... Zoals wat? Oh, deze moet eerst af. We moeten toch... Oh ja, deze is natuurlijk weer eerst af en we zitten met koelen. Oh, ik kan wel eventjes tijdelijk koelen in al die... Je kan het ook gewoon... Ja, dan laten we het matig gewoon even doen. Hij zit hier echt allemaal doorheen gesmolten. Man, dit is echt best wel heftig. Maar ook wel weer cool. Maar ook wel weer heftig. Ik weet niet zo goed wat ik ervan moet vinden.
Ja, hij moet ook heel wat van die dingen aansturen. Dus. Nou, die middelste kan ik daar weer net niet bij, maar ja, dat zoekt hij dan zelf maar uit. In ieder geval een aantal dingen afbreken. Ja, prima, ik ga wel even nikkel opzetten. En dan kunnen we ondertussen dit research doen. Had je het goud ook opgehaald? Ja, ja, dat heb ik afgegeven. Ja, ik zal het laatste beetje erin gooien. Yo guys. Ik weet niet zo goed wat ik gevonden heb. Oh, ik heb niet genoeg kolen om lampjes meer te bouwen. Puh. Ik weet niet zo goed wat ik gevonden heb, maar het ziet er niet zo heel goed uit. Het is rood met groen. Sarah, misschien weet jij wel. Sarah, weet jij wat het is? Rood met groen, is dat niet biomass? Ik denk het. Ja, ik heb het geresearched. Biomass. Ik heb het voor je geunlocked. Oh, nu kan ik het dan waarschijnlijk ook zo scannen. Oh ja, biomass growth rain. Groeit dit dan ook? Nee, maar je kunt er wel olie van maken. Oké. Okay. Cool, cool. Oh, organic rock. Bonus. Eén organic rock, dankjewel. Titanium. Hey. Nee, ik ben het aan het zoeken. Oh, er was wel nog een andere. Oh, misschien kunnen we die wel even opzoeken. Kun je, hoe moeilijk is het om signs te bouwen? Signs niet zo heel erg. Ja, maar ik heb het alleen niet bij me. Dat is oh ja, dat was echt moeilijk, ja. En dan gaat het niet meer. Zo, hè, lukt het? Kom op. Ja. Ik had namelijk nog een stukje unknown gezien, maar dat was hierboven. Ja. Ik dacht namelijk, weet je wat, ik zet even snel nog. Ga ik op zoek naar titanium. Ja, nou zie ik het niet meer. Oh, dan was het waarschijnlijk dus ook gewoon... Biomass. Biomass. Dat is wel jammer. Ik wil eigenlijk... Okay. Oeh, er zit een... ding die aan het stoppen is. Zo'n bot. Nou, ik heb er eigenlijk geen zin. Bah. Man. Ik dacht dat ik wel... ging vinden. Ja, want omdat we vorige aflevering hebben we ook goud opgezet. En nu hebben we ook... dus het nikkel opgezet. Het is trouwens aan het einde van de gang. Ik zal even laten zien hoe het geworden is. Spoilers, het lijkt super veel op het goud van de vorige aflevering heb opgezet heb. Want dat viel zo goed. Ik denk, doe het gewoon nog een keer op die manier. Welke kant moeten we? Oh, gewoon rechtdoor. We hebben echt een enorme gang gegraven. Ik was echt heel erg. Hoe noem je dat? Determined? Vastberaden. Ja, dat is het woord. Vastberaden om. Om dat titanium te vinden. En nu zit ik in deze gang. Te lopen. En te lopen. Oh, hier is het. Niet doodgaan. En dan hier naar boven, denk ik. Volgens mij zit het hier zo. Ja. We zijn er. Ha. Er is wel echt een hoop rondgelopen en gedoe in het spel. Oké, kijk, ja. Hier zit dus het nikkel. Oh, het heeft meer stroom nodig. De stroom is op. Nou, dan is dat ergens gaat het mis. Als we blijven aftappen, dan gaat het op een gegeven moment natuurlijk ook mis. Oh ja, oeps. Er zit nog wel stroom in alle extractors, dus het gaat nog wel. Ik zal dit eventjes uitpakken. Pam, 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 pam. Lekker. Lekker veel nikkel. Ik denk dat we daar voorlopig al mee doorkomen. Dus dit ga ik wel even wegbrengen. Ik ga wel... Oh ja, dat ga ik misschien... Dat ga ik alvast zeggen. Ik ga wel sowieso voor de volgende aflevering ga ik het titanium vinden en opzetten. En omdat het hierop lijkt, ga ik het niet laten zien. Stel, heb jij nog wat te melden? We moeten nog even de lift testen. Ja, voor mij doet hij het, maar ja, dat wisten we al. Dus, ja, tuurlijk. Dus dan moet ik hem niet op 256 zetten, want dan ga je wel heel hoog. Als hij het doet. Oh ja, zo moet ik naar huis. Ik kan gewoon stroom volgen. Right, dat duurt wel eventjes. Het is wel echt een hoop geklim, maar dat komt omdat we dan niet recht omlaag kunnen graven. Nu dan. Right, dus ik zie je wel als ik boven ben. Oké, ik ben terug van het niet halen van titanium. En nu is het tijd om... Ik denk dat... Dit zal het wel zijn, of niet? ja, dit is het, dit unitje. Het liftproject. Even kijken hoe hoog gaat. Hij zou 108 hoog moeten gaan. Normaal kunnen ze maar 64. Ik heb deze nu ingesteld op 108. Oh ja, ik kan het hier... Oh, ik kan het mooi zien. Dus dit is het lift ding, unit. Ja. Oh, 100... 108. Oh, 108, ja. En dit is de compression module. En die zorgt dat die... sneller op en neer kan vissen. En er zit zeg maar een soort luchtdruk in dit ding. En als je vaak op en neer gaat, dan is de luchtdruk even weg en dan moet je opladen. Dus hij wordt langzaam als je hem vaak gebruikt.
Maar dit heb je ook nodig om verder te komen, geloof ik, toch? Klopt dat? Yes, en je hebt ook nog een andere controle die je erop kunt zetten. En daarmee kun je hem zelf besturen. Dan gaat hij niet of omhoog of naar beneden. Maar dan kun je vanzelf kiezen of je omhoog of naar beneden gaat. Ik denk maar niet dat die, dat gaat werken, die heb ik er nog niet op gezet. Ja, ik kan maar tot 64. Dat, maar dat is niet zo erg. Dan maken we gewoon liften voor 64. Dat komt wel niet goed. Kunnen later ook wel dat als het wel werkt. Maar ja. Hè, het is nu al een paar updates later. Ik heb er niet zo'n hoop meer voor dat het snel gaat gebeuren. Nee, ik denk dat we. We hebben het voordeel dat we makkelijker dingen kunnen unlocken. En we hebben het nadeel dat we met de lift iets meer moeite moeten doen. Dat is waar. Zullen we eventjes naar jouw project kijken anders? Oh ja, ik had stiekem nog een extra project. Moet aanvallen. We hebben net... erg. Ik heb even nog wat bars opgepakt. Zo. We moeten die units maken die spullen oppakken. En ik zat te denken, we kunnen ook een organic rock farm maken in blauw, in het koude gebied, door daar ook zo'n oppakding te pakken met lasers. Dus we hebben... die beesten kapot maken. Ja, want je hebt zeg maar van die units die in blokjes veranderen. Van die monsters die in blokjes veranderen. En als je die automatisch kapot schiet met die turrets, net zoals dat we hier hebben. Yes. Dan hoef je dat alleen maar op te pakken. En dat heb ik wel een tof idee. Dat gaan we zeker een keertje doen. Dan moet ik nog iets vertellen, voordat we naar jouw project gaan. Ik word de hele tijd aangevallen en daarom zit nu dit. Oh nee! Wow! Wat was dat? Food. Wormfood. Oh, is het zo'n grote huge worm? Het grote huge worm. Wat moet je daarmee? Waar was die? Ja, waar is die? Op dat resine. Op dat bovenop, op dat organic resin. Oh. Echt vlak bij onze basis dus. Hier zo. Ouch. Komt hij nou nog een keer als ik daar naartoe ga? Past. Ho! Oh ja. Oh my god. We gaan het afbreken. Kan ik ook kapot schieten? Ik denk het niet. Ik zie hem niet. Dat is gek. Nou, ik zie hem wel. Moet ik op die ballen schieten? Ik heb het gewoon een beetje afgebroken. Wow, dit is gevaarlijk. Ik zie wel die resin, maar... Hars. Is dat toch? Nederlandse woord. Je pakt wel echt heel veel damage hiervan. En dan mijn spullen liggen daar. Oei. Kun je er niet vet snel langs tunnelen met dingen? Nou, ik heb nog twee hartjes, dus ik denk niet dat dat hem gaat worden. Ah, nee. Ik kan hoe moet die unit dood dan? De wereld opnieuw inladen? Ik weet het niet. I wouldn't know. Ik heb het voor maar één keer eerder ook gezien, maar die was gewoon kwijt toen op een gegeven moment. Ik zie hem ook niet. Het lijkt wel alsof hij alleen van jou gespawnd is, maar dat zou echt ook te bizar voor woorden zijn. Het is ook best wel een bizar beest. Dus. Is hij nou aan het verstoppen? Oh, er zit een unit daar. Kan ik dat weggraven? Is dat uit dat resine gespawnd of zo? Dat zal het wel zijn. Ik ga mijn power script gebruiken. Om dit uit te graven. Kijk of het dan weggaat. Het is een soort van tumor die uitgesneden moet worden, dit resine. Dat is ook een spel, dat je zo'n chirurg moet spelen, toch? Oh, dat is wel een leuk spel, ja. Oh, was dat de Wii? Ik heb het inderdaad op de Wii heb ik inderdaad zo'n spel gespeeld. Maar je hebt het ook... Ik zie hem niet. Als ik nou eens hem... Kom wat ik hem niet zie. Als ik nou eens vet snel langs tunnel. Nou, ik weet het niet. Oh, ik zie hem wel! Komt hij nou weer tevoorschijn? Let op. Nee. Maar hij gaat echt gewoon opeens verschijnen. Hij zegt zo, kiekeboe. Oh shit, wat? Maar nu zijn mijn spullen dus ook weg. Ja. Ik had ze ook gelukkig niet weggelegd. Slimmerd. Oh, ik heb wel mijn spullen teruggekregen volgens mij. Oh ja, nu zie ik hem heel goed. Nou, dat is fijn. Ja, ik was ook tegen hem aangegaan. Hij ziet er wel een beetje vrolijk uit zo. Maar, damn. Hoe moet ik... Ik moet mijn spullen terug. Ja. Ja, hij is echt wel. Deze aliens zijn echt wel een beetje pissig. Ik kan veel over ze zeggen, maar ze zijn wel serieus over. Oké, ik moet. Is dat het? Ja, dus daar is die. Ja. Ik zie hem in ieder geval dit wel. Dit is weggegaan. We zien hem nog steeds. Pak je gun. Oh man, allemaal kwijl op mijn pak. Ik heb mijn spullen nog niet helemaal terug. Ik moet eerst even HP weer pakken. Het zijn er twee. Ja, dat vind ik een beetje gemeen. Dat vind ik een klein beetje gemeen. Zo, die wormen zijn boos, jongen. Toen moeten we gauw die ene research doen. Oh.
Gevaarlijk. Ik vind het inderdaad gevaarlijk, maar ik kan ze ook niet echt kapot maken ofzo. Volgens mij komt het door dat resine. Maar dat zou ik wel kunnen weghalen vanaf hier door gewoon dit te doen. Kunnen ze dan niet gaan? Doen ze niks op jou? Ik zie wel jouw inventory daar, ja. Ja, maar ik was ook echt tegen hem. Ik zag hem niet, dus ik was echt recht tegen hem aangevlogen. Ja. En toen opeens was hij daar. Ik zie wel inderdaad al jouw items en zo. Toen opeens was hij daar. Klinkt wel. Hij verscheen vanuit het niets. Een beetje als een romantisch liedje. Ja, gaat nou. Ik ga gewoon alle spullen die ik nu terug heb gevonden, die ga ik even dumpen. En dan ga ik gewoon weer langs. En dus op die manier ga ik gewoon langzaam maar zeker alle spullen terughalen. Jij zal niet staan. Geef mij maar wat van dit. Zit hier nou ook van dat resine of is het gewoon random gespawnd? Ik snap er niks van. Oh, is dat al, misschien omdat hij schiet op ons. Dat hij dat dan... Ik heb echt op dit moment alleen maar blokken en niet mijn, mijn nuttige inventory spullen. Ja, ik probeer ook te bouwen, maar... Wat ik moet zo doen. Spam, spam. Huppatee. In één keer een plateau gebouwd. Oh, het zijn er ook gewoon twee. Dat vind ik echt heel gemeen. Oh nee, de aliens doen een keer terug. Jij de hele tijd zo. Jij de hele tijd zo. Oh, ik heb bijna mijn spullen, allemaal spullen terug. Gewoon, dit tussendoor. Het is een soort goal. Goal? Een goal, een doel van op een, op een voetbalveld. Ik kan de onderkant zien. Bah, hey, vies. Warm onderkant. Ja, er zit echt. Hij zit niet zo diep in de grond. Kun je dat misschien kapot schieten? Zoom in! Ik heb hier gewoon een aantal van mijn spullen terug. Daar ben ik heel blij mee. Het lijkt alsof ik hem nergens damage kan doen. Ja, ik vind het leuk dat het zo'n dikke monsters in het spel is. Maar ik moet ze wel dood kunnen maken. Want wat heb je aan monsters die je niet dood kan maken? Niet zoveel. Ja, die monsters hebben er heel veel aan. Ja, hallo. Zo ken ik er nog wel een paar. Ik geen cheatcode, dus hij geen cheatcode. Dit is wel een beetje flauw. Kom terug dan. Laat je gezicht zien. Lelijkert. Oh ja. Oh, dat meen ik eigenlijk niet. Ja, ik weet het niet hoor. Ik ga gewoon. ik ga gewoon wachten tot die weggaat. Ik denk dat we jouw speciale project gaan bewaren. Wat denk je daarvan? Dat lijkt mij een goed idee. Ja. Houd het spannend, hè? Inderdaad. Als jullie tips hebben hierover, dan hoor ik dat graag. Want ik weet het niet. Wij kunnen niks met deze rupsjes. Hier kan ik echt helemaal niks mee. Tot jullie misschien tips geven. Anyway, ik hoor het graag, jullie. Ik hoop je allemaal te zien in de volgende aflevering. Als je het leuk vond, laat dan alsjeblieft een like achter. En dan zie ik je allemaal in de volgende aflevering. Tot ziens! Tot ziens!